Spam is a pre-cooked meat product with only the best hand-picked ingredients of the area. It's greasy, it's salty, it's tasty, it's Spam. Dames en heren, wederom welkom bij een mooie nieuwe aflevering van Spam met onze gastvrouw Annemon Langhoff. De Spam Band! Yes! Welkom terug bij Spam Talkshow na een lange, lange zomer. Hoe is het? Jullie zien er mooi uit. Lekker ontspannen, uitgerust. Veel meegemaakt. Mooie avontuur. Hoe is het, Matthijs? Ja, fantastisch. Ja? Jij bent helemaal fit, hè? Ja. Ik ben al een tijdje op vandaag. Dus. Ja, hartstikke goed, dat belooft wat. We hebben een heel mooi programma met allerlei zeer geïnspireerde en creatieve gasten die weer mooie dingen doen in Eindhoven. Ik ga praten met Het Paard Dat Vliegt over hun nieuwe voorstelling. Met Mary Viers over het eventueel te zoeken. Rijn Welschipplein. Met Dries van Wagenberg over de Dutch Design Week. En met een echte liefdesdokter, Inge van der Vorst. Er is muziek van Tip Jar en Lenny Koer. Een bijzondere aflevering dus. We beginnen met een filmpje. Hadden jullie eigenlijk bonbons in de oorlog? Hadden jullie bonbons in de oorlog? Denk ik niet. Ja, in het begin van de oorlog wel. Maar en aan de hand was alles op de bom. Ja. Ook de snoep was op de bom. Op de bom? Ja. De meisjes en de vrouwen zaten in een vrouwenkamp en de mannen zaten in een mannenkamp. Hebben jullie elkaar toen nog eens een keer gezien? Heb jij je vader nog eens een keer gezien? Hans, mijn 2 jaar oudere broer, en ik gingen echt elke dag naar de poort van het kamp, dat stond zo'n slagboom. Mm-hmm. En dan gingen we om de beurt kijken of die vader van ons daar ook was. Het paard dat vliegt. Dit weekend vieren we dat Eindhoven 70 jaar geleden bevrijd werd. Daar wordt op allerlei manieren aandacht aan besteed. Maar hoe is het als je moeder zelf die oorlog heeft meegemaakt? Moeten we daar nog aandacht aan besteden? Heeft hun verhaal nog relevantie in deze tijd? Moeten we het er nog over hebben? Jeugdtheatergezelschap Het Paard Dat Vliegt maakte een voorstelling over deze vraag. Oorlogshelden. Ik ga praten met Annemiek Nienhuis en Reem Wittebols. Zo. Is het toeval dat deze voorstelling net nu in deze tijd van het 70-jarig herdenken uitkomt? Ja. Nee. Ja, nee. Nou, daar zitten we al. Ja, gelijk een dilemma. Ja. Nee, in eerste instantie nee dat het toeval is, omdat we natuurlijk toch wel hebben uitgekozen om in het 70-jarig bestaan deze voorstelling opnieuw, zeg maar, leven in te blazen. Maar we hadden al heel lang samen de wens om een voorstelling te maken over de oorlog. Waarin onze moeders dan allebei op een eigen manier een beleving hebben gehad. En waar wij allebei ontzettend nieuwsgierig aan waren. Aha. Je zegt opnieuw, deze voorstelling is al eerder gemaakt? Ja, we hebben ik denk 1,5 jaar geleden een soort proeven gemaakt. Omdat het... ik ben een beetje verkouden. Dus snot het lekker op los. Van de emotie. Omdat het onderwerp zo kwetsbaar is en je wil je moeders allebei recht doen en de verhalen eer aan doen. En we dachten, ja, om dan meteen bij zo'n impresariaat en dan landelijk. En, of het is scheiterigheid, dat kan ook. Maar het was wel zo dat we het eigenlijk binnen eigen kring even wilden houden. Dus we hebben een aantal keer het gemaakt en een aantal keer gespeeld voor familie Eindhovenaren. En... nu bedacht, omdat dat gelukt was, nou gaan we landelijk. Ja, hij gaat 19 september in première in het Parktheater. Klopt. Ja. En daarna gaan jullie er echt mee toeren? Ja. 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 Ja, we hebben vrije voorstellingen en schoolvoorstellingen, want we zijn een jeugdtheatergezelschap. Dus wij spelen deze voorstelling vanaf 10 jaar.
Maar het is eigenlijk, ik zeg altijd, van 10 tot 110 is het interessant, deze voorstelling. Wij gaan door het land heen, naar Enschede tot aan Wageningen. Ja. Ja, ik moet het eventjes, het lijstje zo niet helemaal in mijn hoofd. Maar we spelen dus ook heel veel schoolvoorstellingen, dat scholen naar ons komen kijken. Die komen naar de theaters. In het theater, ja. Ja. Deze voorstelling gaat over oorlog. Jullie maken sowieso voorstellingen over grote universele thema's, over dood, over liefde. Ja. Toch hebben jullie getwijfeld over dit thema. Waarom? Ja, het is een heel persoonlijk verhaal. Dus je hebt, ik kan mijn moeder interviewen, ik kan daar een heel mooi verhaal van maken. Maar ja, wil iedereen dat horen, wil iedereen dat zien? En dat voor jou was het denk ik niet anders. Ja, het is moeilijk omdat ergens vinden wij het leuk om pittige thema's aan te spreken. Maar we willen ook altijd een soort lichtheid. Mm-hmm. En we wisten eigenlijk niet goed van, kan dat eigenlijk wel bij oorlog? Mag je oorlog relativeren? Of mag je dan ook lachen als je het aan het maken bent? En mag je ook plezier hebben? En mogen de kinderen, hoe moet de zaal gaan reageren? En moeten we allemaal over het erg? Of ja, en hoe erg mag het dan worden? Het is best wel complex wat dat betreft. Ja, die verhalen van die moeders, waren die er al? Zijn die jullie bekend? Is daardoor ook die wens gekomen om een voorstelling over oorlog te maken? Of zijn jullie andersom gaan denken? Was er een wens om over oorlog te hebben en dat persoonlijk te maken? Ja, het is bij ons een beetje verschillend, denk ik. Ja. Ik denk bij mijn moeder heeft in Nederlands-Indië gezeten als kind, mm-hmm, tijdens de Tweede Wereldoorlog. En bij ons, eigenlijk is meteen daarna besloten om het er niet meer over te hebben. En dat is voor heel veel families het geval. Mm-hmm. Het was natuurlijk zo dat ze in Nederland kwamen en dat het verhaal ging van, ja, jullie hebben het lekker warm gehad. En het is daar altijd een soort van zomervakantie en wij hadden hier echt de oorlog. Ja, ja, en gecombineerd met de ernst van de verhalen. Werd er bij jullie dan niet over gepraat? Nee, bij ons werd er niet over gesproken, nee. Pas eigenlijk, mijn moeder is als gastspreker naar Japan gegaan om daar voor Japanse studenten te spreken. Want daar was ook het verhaal van de Japanse bezetting in Indië niet zo bekend. Mm-hmm. En eigenlijk had ik toen iets van, mogen wij het dan eerst horen? Of, dat was ook een aanleiding. Ja, ja, bij jullie in de jaren 90. Hoe was dat bij jullie? Ja, nee, bij mijn moeder die sprak er heel veel over. Hè. Dus ze heeft het hier meegemaakt in Eindhoven, in Woensel. En ze was 10 tot 15 in de oorlog. Dus ze heeft nog heel veel herinneringen. Mm-hmm. Maar ja, was toch nog in die tijd wel kind. Dus die herinneringen zijn waarschijnlijk wel gekleurd. Maar ze had 4 broers, oudere broers en 2 oudere zussen. En samen hebben ze daar toch wel heel veel over gesproken. Alhoewel ik het idee heb dat de vrouwen daarin veel makkelijker met elkaar onderling daarover spraken dan de mannen die daar meer aan het voor zichzelf hielden. Mm-hmm. De moeder van Annemiek heeft in een jappenkamp gezeten. Ja. Dat is een groot verhaal. Wat was het verhaal van jouw familie? Ja, toen ik mijn moeder interviewde, zei ze van, ach, jongen, ik heb toch helemaal niks meegemaakt. Ik zeg, ja, maar ja, je bent wel mijn moeder, dus ik wil toch dat verhaal wil ik laten horen. Maar wat ze wel heeft meegemaakt, dat is dat haar oudere broer, die werkt op een distributiekantoor en die heeft het verzet geholpen aan een sleutel, zodat ze in een kluis konden om aan de distributiebonnen te komen. En daarna kon hij zelf onderduiken. Nou, als represaille is mijn opa meegenomen en een tante van mij. Die zijn afgevoerd naar kamp Vught. En vervolgens naar Duitsland getransporteerd, waar mijn opa niet meer van is teruggekomen. En mijn tante wel, maar dan vol met trauma's. En wat je dan vooral ook ziet in de familie, is het dilemma tussen die broer en die zus. Hè, die elkaar niks verwijten. Hè, die zus al helemaal niet naar die broer. Maar hij heeft iets gedaan en hij heeft niet kunnen zien wat de gevolgen zouden zijn. Mm-hmm. Nou, dat is eigenlijk de tragiek in het ding. En de tragiek van mijn moeder is dat ze dus vrij vroeg haar vader is verloren. En een familie aan de ene kant verscheurd ziet worden, alhoewel ze zelf zegt, het heeft de familie dichter bij elkaar gebracht. Ja. Hoe is dat nou om je eigen moeders te interviewen over zulke persoonlijke verhalen en daar tegelijkertijd als theatermaker te zitten op zoek naar materiaal? Ja, dat is heel vreemd. Je gaat dan eigenlijk afspraken maken met je moeder. Dus het is eigenlijk, we hebben allebei bij hun thuis gesproken, alleen. Ook met je telefoon, alles opnemen en in het geval van mijn moeder, het zijn niet zozeer verhalen, alhoewel er wel wat lijntjes zijn, als wel een soort situatie waar je in zit die heel heftig is. Mm-hmm. Maar het is ook heel intiem om dat te doen. Het is echt heel erg bijzonder.
Maar je bent ook natuurlijk op jacht. Kwamen er chockerende verhalen? Was het emotioneel? Nou ja, je weet inmiddels zoveel van wat er kan zijn... dat op sommige momenten denk je... Of dan valt dat overvalt mee? Het je, dat je denkt... Is het nou zo erg? Of ja, dat is heel vreemd. Omdat je merkt ook dat we best wel wat gewend zijn om te horen en te zien inmiddels. En was je ook op zoek naar bruikbare dingen die theatraal interessant zijn? Ja, dat is ook raar. Dat je op zoek bent als maker ook naar waar kan ik wat mee en waar wil ik wat verder over horen. En je merkt ook dat sommige verhalen, die hebben een bepaalde vorm gekregen. Hmm. En die zijn een bepaalde herinnering, zoals je ook bij Van Koot en de Bie zag. En daarbuiten, ja, weten ze het eigenlijk ook echt niet meer. Het is echt ook lang geleden. Ja, ja. Toen die verhalen verzameld waren, hoe hebben jullie daar vervolgens een voorstelling van gemaakt? Jullie werken altijd samen met Loek Bekkers, hè? Die speelt met jullie. Je zijn eigenlijk drie makers-spelers, ja. Maar dit keer was ze regisseur. Ja. Hoe zijn jullie vanuit de verhalen naar een voorstelling gekomen? Nou, we hebben die interviews dus gehouden. We hebben ons eigen verhaal helemaal uitgewerkt. De beide verhalen zijn eigenlijk de belangrijkste elementen gezocht. En vervolgens hebben we hem samen met Loek Bekkers dan in chronologische volgorde achter elkaar geplakt. Want ja, de oorlog hier begon natuurlijk in 1940. Mm-hmm. In Nederlands-Indië was dat iets later en die liep ook later af. En zo hebben we hem in elkaar geknipt en achter elkaar geplakt. Dus je hebt oorlog... Hebben jullie hem schrijvend gemaakt of zijn jullie gaan improviseren op de vloer? Nee, we hebben eigenlijk allebei wel het verhaal van onze moeders uitgeschreven. En soms in dialogen en soms in vertelteksten. En soms hebben we gewoon feiten, dus historische feiten erbij gehad. Wat je even moet weten over, hoe bijvoorbeeld een atoombom werkt. Of wat daar de gevolgen precies van zijn. Dat hebben we dan opgezocht. Ik heb begrepen dat jullie hem heel inventief op de vloer hebben gemaakt. Omdat je natuurlijk op twee locaties aan twee kanten van de wereld eigenlijk verhalen aan het vertellen bent met twee spelers. Ja. Die spelen alle rollen zelf? Ja, ja wij spelen in elkaars verhalen. Dus we zeppen eigenlijk steeds van oost naar west. En daar hebben we ook wel heel veel... Ik denk dat dat ook de lichtheid van de voorstelling is, zeg maar. Dat je op zoek gaat naar hoe speel je dan een Duitse soldaat die honger heeft en een boterham komt halen. Of hoe speel je tante Mien die probeert tijdens de bevrijding de potten op de plank te houden. Omdat hij door de tanks... dreigen naar beneden te vallen. Is het gelukt om de voorstelling toch een beetje luchtig te maken? Draaglijk voor de kinderen van die? Ja, zeker. Ja, ja, wat dat betreft is het een hele... je kan het bijna niet zeggen, maar een hele vrolijke voorstelling ook. Of in ieder geval een enorme leuke theaterbeleving. Maar we gaan ook niet het gevaar uit de weg. Dus we zoeken ook echt wel de pijnpunten op en... het is een voorstelling die enorm binnenkomt. Ja, hoe reageren kinderen? Hebben ze nog iets met die oorlog van jullie ouders? Wat wel bijzonder is, is de premisse onder de voorstelling is... moeten we het überhaupt nog over hebben? Zeker met de kinderen. We maken voorstelling voor jeugd. Moet je het daar nou nog over hebben met elkaar? Dat was een uitgangspunt. En eigenlijk ook bij die proefvoorstelling dan... kwam je al vrij snel achter dat kinderen die persoonlijke verhalen... juist heel erg interessant vinden. Veel interessanter dan al de cijfers en dingen die ze bij een geschiedenisles... En oorlog is ook spannend, toch? Het is iets van nu, maar ook van lang geleden. Ja. Juist het grote thema, het gevaar, de spanning, wapens, vluchten, verzet, Hebben wij dat? Toch hebben ze het gevoel, hebben wij dat echt meegemaakt? Dus dat wij-gevoel leeft bij hun ook. Eigenlijk leven die verhalen ook door in onze kinderen. Ja. En ze voelen dat. Ze voelen dat onze wij Nederlanders, historie is. Onze geschiedenis. Ja. 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 Hebben jullie nog projecten ernaast? Educatieve projecten? Ja, wij hebben... Een educatief filmpje gemaakt bij Oorlogshelden. The Making Of. The Making Of, ja. Ik heb hem gezien, heel erg leuk. Om te doen. En die kan eigenlijk iedereen gewoon online zien. Met Paard dat Vliegt bedoel je? Nee. Ik begreep dat dan ook nog iets is met schilderijen. Met een combinatie met expositie van schilderijen door oorlogskinderen. Ja, wij zijn een samenwerking aangegaan met RACE. En zij hadden een aantal kindertekeningen van Karel Vermeeren. Karel Vermeeren heeft mijn moeder ook nog les gegeven trouwens. Mm. Die heeft ook op het Catharina Lyceum gezeten. Wat inmiddels nu het Van Maarland Lyceum is. En zijn erven hebben eigenlijk een aantal tekeningen gevonden. En die geschonken aan het RACE. En dat zijn tekeningen... Nou, de opdracht was eigenlijk teken wat je hebt meegemaakt tijdens de oorlog. En het waren meisjes van ongeveer 14 jaar, meen ik.
En die tekeningen die laten wij ook zien bij de voorstelling. Die zijn in Parktheater te zien. Ja, prachtig. Hoe hebben jullie moeders gereageerd? Hebben ze het gezien? In die proefvoorstelling is ze komen kijken. Of zijn ze allebei komen kijken. Mm. En ik ga het toch maar vertellen. Op het eind van de voorstelling breekt ze helemaal. En ze is ongelooflijk aan het huilen. En ze zegt, ik heb sinds die tijd nooit meer zo gehuild. Ik zeg, was het vervelend? Ze zei, nee, ik vond het niet vervelend, ik vond het fijn. En dat was misschien wel het grootste compliment. Mm. Want ja, ergens ligt dat ergens de weken en al die jaren. En soms dan komt het wat meer omhoog. Zeker als je bijvoorbeeld een dodenherdenking hebt of zo. Dan staat ze toch altijd weer huilend bij het monument. Mm. Dat is een groot compliment geweest. Ja. Het heeft de emotie erbij gebracht bij de verhalen die al bekend waren. Ja, en mijn moeder en mij ook weer dichter bij elkaar gebracht. Ja. Maar niet alleen dat, ook de familie heeft het heel veel gebracht. Ja, wow. Omdat daar binnen de familie veel gesproken wordt. En dan ook, en dat had jij volgens mij ook in jouw familie, hè, dat er veel gesproken werd onderling. Dat was bij jullie nieuw. Ja, dat is bij ons eigenlijk. Is dat belangrijk geweest? Bij onze familie. Mijn moeder vond het ook heel mooi. Het was ook, zij is ook, omdat ze in Eindhoven woont, ook bij repetities geweest. En ik heb haar soms ook het script in handen gegeven van, wil je even kijken of de tekst wel even souffleren? En dat was heel bijzonder. Ze heeft ook meegeholpen met een tentoonstelling in te richten destijds over Indië. Dus ze was heel erg betrokken. En ik denk dat het voor haar heel bijzonder was dat het er zo mocht zijn. Want dat is natuurlijk eerder niet zo geweest. Nu is het wel zo, ik vond het ook heel spannend om aan de familie te laten zien, merk ik. Dus aan ooms en tantes die nog leven en neven en nichten. Van, is dit dan het verhaal? Nou, dat is eigenlijk, het is ook niet zo. Het is ook niet een verhaal. Het is een situatie en het is ook zoals zij het heeft meegemaakt. Dus het spannende is wel van, oh ja, denk je dat dat gebeurd is? Nee hoor, voor mij was het heel anders. En dat daar nu een gesprek over loskomt, dat zou wel heel bijzonder zijn. Een heel zijn. Mooi neveneffect. Ja. Ja. 19 september de première, 20e ook nog te zien en daarna op tournee. In het Parktheater. In het Parktheater, ja. Er zijn nog kaartjes. Daarna kunnen we met z'n allen gaan zingen, de 19e op Amazing. Dus dat kun je mooi combineren in je agenda. Zeker. Het Paard dat Vliegt bestaat 10 jaar dit jaar. Ja. Een geweldig jubileum. Hoe staan jullie ervoor? Als organisatie heel goed. Ja. Dus we maken nog steeds elk jaar geweldige voorstellingen. Tijd van de bezuinigingen, subsidies, hoe zit het bij jullie? Ja. Het is onzeker, maar we hebben goede hoop. We gaan ervan uit dat wij in januari gewoon weer subsidie krijgen. Maar het is eigenlijk, officieel is het nog spannend. In Eindhoven zijn jullie behoorlijk gekoesterd. Hè? Dat wel. Een van de weinige theatergezelschappen die we nog over hebben. Ja. En die mooi theater op nationaal niveau van landelijk belang maken. Ja, zeker. De provincie is wat onzekerder. Ja, we hebben altijd gesteund door de provincie. Maar het ziet er eigenlijk wel goed uit. Alhoewel je altijd moet afwachten of dat de handtekening uiteindelijk ergens onder komt te staan dat je ook echt je held krijgt. Wat zijn jullie dromen voor de komende 10 jaar? Nou, we zijn eigenlijk met het project met kinderen begonnen. Een weilandproject waarin we veel meer samenwerken met kinderen en in Parktheater. Wat doen jullie daarin? Vroeger hadden jullie de jonge paarden. Dat is transformeerd naar weiland. Ja, we hebben altijd het gevoel gehad van we willen kinderen betrekken bij de voorstelling. Hè. We willen niet als volwassenen ook nog over hun hoofd beslissen wat zij gaan zien. Dus we hebben ze altijd betrokken en het nieuwste is dan project Weiland, wat ik samen doe met Fleur van Veghel. En wat we dan, waarbij we kinderen eigenlijk een podium geven. Dus wij geven ze opdrachten, zij maken theater en wij zorgen dan dat weer mooi aan elkaar zit. Ja. En ja, we gaan toch een beetje uit elkaar, hebben we bedacht eigenlijk de komende tijd. We blijven een collectief, maar ik denk dat we steeds meer onze eigen namen onder voorstellingen willen gaan zetten. Eigen voorstellingen gaan maken daarbinnen. Ja. Ja, die je naast elkaar maakt, produceert, speelt. Ja. Echt waar? Is het op tussen jullie Nee, we gaan verder. Jullie gaan verder? We gaan verder. Maar dan anders? Maar onze eigen kracht na. En we maken dus, dan zo kunnen we meerdere voorstellingen maken per jaar. Ook met andere spelers die we van buiten halen. Dus, het paard groeit. Denk je dat er heel grote verschillen gaan ontstaan daarin? Hele eigen signaturen? Ja, maar dat mag wel. We hoeven niet te denken van, het moet een paardvoorstelling zijn. Mm-hmm. Dus we mogen veel meer onze eigen stempel drukken.
En ja, we staan natuurlijk wel altijd nog als collectief bij elkaar, naast elkaar. Zoals Loek jullie nu regisseert, zo kun je van elkaar gebruik blijven maken. Ja, van zeker. Elkaars kwaliteiten daarin. Dat en je persoonlijke verhalen dus vertellen. Ja. Pand P als laatste, de oude Plaza Futura aan de Leendeweg. Dat is jullie locatie op dit moment? Ja, klopt. Ja. Gaat dat zo blijven? Nou, we zitten daar sinds oktober al. En we gaan waarschijnlijk samen met Park Theater en het Nieuwe Theater onder de naam Pand P door op 1 januari. Als alles goed gaat, gaan we dan open. En dan wordt het weer een plek voor theater, voor dans, voor zang. Vooral voor amateurtheater, om het aan, weer terug te geven aan de stad. Ook voor jeugdtheater, voor onszelf, maar ook voor allerlei andere groepen die hier kunnen spelen. Dat bijvoorbeeld een Centrum voor de Kunst daar schoolvoorstellingen kan geven. Geweldig. Gewoon een terras weer, hè? En een terras. Ja, en een restaurant. Weer open. En eten. Af en toe een feestje. Ja. Dat er weer iets en gewoon die letters ook houden. Plaza Futura. Ja, gewoon de naam daar houden. Dat kennen we toch. Toch de oude Plaza. Hè? Gewoon de oude Plaza. Hartstikke fijn. Dank jullie wel dat jullie waren. Heel erg veel succes en plezier. En ik hoop dat heel veel mensen ervan komen genieten. De 19e ben ik erbij. Fijn. Ik hoop jullie ook de 19e, de 20e. En tot een volgende voorstelling. Dank jullie wel. Annemiek Nienhuis, Reen Wittels. We gaan naar de band, die staat klaar. Bart de Win en Ariane Knecht, maar nu samen als Tipjar. En ze spelen Back Porch. I wish we had a back porch and a little sunshine. No real trouble on our minds. We drink a lot of beer or sip a bit of wine and play every record we could find. Sitting on the back porch sounds like a dream with the dark clouds hanging in the sky. We dream together but we can't change the weather, so I'm starting to wonder why. Do 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 do. Our poor little back porch made out of wood, standing in the snow and rain. Looks like a nightmare, maybe I should leave it there somewhere in the corner of my brain. Sitting in the cold, waiting for the rain, there's something that we won't get. A genuine back porch Sunday afternoon with the sounds and the smells and the sweat. What do we care? Let's get another pair and stumble on the only way we can. If we wanna hear a cricket, we gotta buy a ticket and fly to the Texas hills. I'll rock your chair, we'll breathe in the air, just live without the frills. Is it weird to sing when you hit the right string, but you know dadelijk meer van jullie en een gesprekje. We hebben de
rubriek Eindhoven roept, waarin jullie aan het woord mogen. We hebben 1 kandidaat, heb ik begrepen. Deze rubriek, daar kun je je voor aanmelden bij onze redactie via de website. En dan kan je alles kwijt wat over Eindhoven gaat. En we hebben vandaag Sonja van der Linden. Je krijgt 1 minuut het woord. Pak een microfoon en barst los. Hallo, ik ben Sonja van de Eindhovense Activiteitenvereniging, Eindhovense Vrienden. Bij ons kun je diverse activiteiten doen, zoals wandelen, eten, segwayrijden of midgetgolven. Maar ook een dagje naar de Efteling. Heel veel meer ook nog. Het is leuk om nieuwe mensen te ontmoeten. Dus het is dit jaar de Week van de Eenzaamheid van 25 september tot en met 4 oktober. Hey vrienden, doe je dus om je horizon te verbreden, nieuwe mensen te ontmoeten en je geen weekend meer te vervelen. Dus kijk op meer info, @evrienden.nl, www.evrienden.nl. Kom kijken bij ons, dankjewel. Sonja van der Linden, super. Dankjewel Sonja. Hey vrienden, voor wie nog vrienden zoekt. Geboren in Bladel, maar kind van Eindhoven vindt ze zelf. Werkte eerst als operatieverpleegkundige. Werd raadslid, ook wethouder. Sneuvelde over het Orgelplein. Was Twitterkoningin. Is nu directeur van het Groen Ontwikkelfonds Brabant. We praten met haar over de overleden burgemeester Rijn Welsje. En de te vinden straat. Oud-burgemeester Rijn Welsje van Eindhoven is dinsdag op 72-jarige leeftijd overleden. Welsje was van 1992 tot 2003 burgemeester van Eindhoven. Hij was al lange tijd ziek. Burgemeester Welsje werd in Eindhoven alom gewaardeerd. Huidig burgemeester Rob van Gijzel prees hem dinsdag om zijn inzet, zijn scherpe politieke analyse en zijn vermogen om visie te koppelen aan goede plannen. De gemeente Eindhoven opent donderdag een condoleanceregister en houdt op vrijdag 27 september een herdenking in het gemeentehuis. Het afscheid van Welsje is zaterdag in besloten kring in zijn geboorteplaats Breda. Mag ik aan tafel Mary Fiers? Jeetje, je bent mijn vaste gast iedere eerste aflevering van het nieuwe seizoen. Ja, lijkt erop. Wat gezellig. Vorig jaar over dat leuke filmpje. Ja, ja. En nou heb je een nieuwe actie. Wat houdt de actie in? Een straatnaam. Alhoewel daar inmiddels de meningen over verdeeld zijn. Maar ik vond dat er een soort plek moest komen die een herinnering geeft aan onze oud-burgemeester Rijn Welsje. En dat kwam eigenlijk omdat ik vaak in de stad mensen tegenkwam die zeiden van wat een fijne burgemeester was dat eigenlijk. Dus er werd nog heel veel over hem gesproken. En ineens dacht ik, waarom is er eigenlijk nog geen straatnaam? Dus vandaar. Ja. Had jij zelf een band met hem? Ja, hij was burgemeester toen ik raadslid werd. Mm-hmm. En als je raadslid wordt, althans dat gold voor mij. Allebei PvdA? Ja, allebei PvdA. Maar ik heb wel het idee dat hij dat voor iedereen was. Want je stapt toch in een wereld waarvan je denkt, waar ben ik, in welke wondere wereld ben ik nu weer terechtgekomen? En hij was echt een burgemeester die ook nieuwe raadsleden begeleidde. En af en toe eens kwam vragen hoe het met je ging. Begeleiden op wat voor manier? Nou, door inderdaad interesse te hebben in het raadslid en de mens daarachter. En hij probeerde je ook vooruit te helpen en die belangstelling tonen. Dat deed hij eigenlijk met iedereen. Niet alleen bij raadsleden, maar ook bij mensen in de stad. Ja, die verhalen zijn er vele. Ja. Hoe komt het dat de ene burgemeester dat meer heeft dan de ander? Wat is dat? Wat was dat het extra van Rijn? Nou, ik vond hem echt een oprecht mensenmens. Hij was echt geïnteresseerd in mensen. Je hebt soms dat je met iemand op een receptie staat te praten en die staat eigenlijk meer om je heen te kijken van, komt er nog iemand anders binnen die ik moet hebben? En met hem had je gewoon een gesprek en keek je ook echt aan. Dus dat heb ik altijd zo gevoeld. Is het voor jou belangrijk geweest? Heeft hij jou advies kunnen geven of een steuntje in de rug? Ja, dat was bij het begin, maar ook daarna. Want hij is natuurlijk op enig moment gestopt als burgemeester. En werd vrij snel daarna al ziek. Maar hij bleef bellen. Dus ook toen ik wethouder was, had ik regelmatig Rijn Welsje aan de lijn. Omdat hij iets gelezen had, iets vond. Hè. Soms dan vond hij ook iets. Ja, dan kreeg je een mening. Kreeg ik een mening. Ja. Maar hij was ook oprecht betrokken met dingen die in de stad gebeurden. En dan belde hij op, kan ik met je meedenken? En dat heeft hij eigenlijk al die jaren gedaan. Is hij een echte Eindhovenaar geworden? Want ja. Hij kwam er niet vandaan, hè? Hij kwam uit Breda? Ja.
Maar ik weet niet of hij daar ook geboren is, maar daar is hij natuurlijk lang geweest. Daar is hij uiteindelijk ook naar terug verhuisd. Toen hij ziek was toen geworden. Toen hij ziek werd, ja. Maar hij was gewoon Eindhoven samen met zijn vrouw, hè, want ook Anneke, ik denk ook een aantal mensen in de zaal zullen dat wel weten. Ze waren heel vaak ook samen in de stad bij allerlei activiteiten. Mm-hmm. Dus dat waren gewoon twee Eindhovenaren. Ja. Het is gebruikelijk om burgemeesters te vernoemen. We zien hier een aantal burgemeesterstraten die we al hebben. Hoe lang gaat dit terug? Heb jij daar enig idee van? Heel lang, denk ik. Als je kijkt naar de aantallen. Ik heb zelf 3 burgemeesters meegemaakt in mijn periode als raadslid. Begonnen met Rijn Welsje. Ja. En na Rijn Welsje hebben we natuurlijk ook een tijdje Gerrit Braks gehad als tussenburgemeester. Zakkers. En daarna Zakkers. 4 trouwens, ja. 4. En Rob Vergijzel. Zakkers was je vergeten. Ja. Nee. Vergijzel. Braks. Oh, nee. Braks. Geen misverstand. Braks was ik even vergeten. Oké. Okay. Ja. Moet je als burgemeester dood zijn om een straat te verdienen? Nou ja, het is nog erger zelfs. Je moet 10 jaar dood zijn. Ben je veel te vroeg. Ik ben veel te vroeg. Dat heeft geen zin, einde gesprek. Nee. Met de verordening, ja, dan wordt het heel technisch. Maar overigens in de meeste gemeentes zo. Maar er is het uitgangspunt, je moet 10 jaar dood zijn. En dan mag er pas een straatnaam of een plein of een park. En krijg je die dan standaard of moet je genoeg handtekeningen hebben? Nou, het is niet standaard. Want niet alle burgemeesters, die zeg maar even, alle burgemeesters van Eindhoven hebben een straatnaam. Dus het is geen standaard. Dus er moet wel iets bijzonders aan de hand zijn. En in dit geval dacht ik, nou, dat is dan de verordening. Maar je kan natuurlijk ook altijd een verzoek aan de gemeenteraad doen om daarvan af te wijken. Oh ja, dus dat hebben we gedaan. Als je genoeg achterban hebt. Nou ja, misschien kan je het ook wel in je eentje doen als je een goed idee hebt. Volgens mij heb je daar niet meteen een handtekening. Maar ik dacht, nou, als er nou veel namen onder die brief staan. Hoe heb je het aangepakt? Ik ben op Facebook, dacht ik van, nou, volgens mij is het een goed idee. Dus ik heb mensen gevraagd, als jullie het daarmee eens zijn, like dan even deze pagina, dan zet ik jullie naam onder de brief. Ik heb hem zelf eergisteren of zo gedeeld en daar kwamen al direct reacties op. Ja. Het leeft kennelijk erg. Ja, dus was binnen de week waren er nou echt een paar honderd likejes. 600 of zo heb je er. Al heel snel en ook mensen met brieven en van alles en nog wat. Maar ook heel veel mensen die reacties gaven. Omdat nou ja, de bedoeling was dus een eerbetoon aan Rijn Welsje op een bepaalde plek in de stad. Maar ik heb er de locatie niet bij genoemd. Ik denk, nou, daar mogen mensen dan slimme dingen over bedenken. Oh ja, dan ga ik dadelijk even vragen in de zaal. Voor mensen die dat ook leuk vinden als er zo'n plein of straat komt. Waar zou het dan moeten komen? Wat moet er weg? Wat is een leuke plek om de naambordjes om te wisselen? Heb je daar zelf ideeën over? Ik had zo'n je kan zo, weet je wel, zo'n straatnaam zelf bestellen. Hè? Zo'n bordje laten maken met Rijn Welsjestraat. Ik denk, nou, dat ziet er dan al heel beeldend uit. Ja. Maar op Facebook waren toch wel heel veel mensen die zeiden, eigenlijk moet het geen straat zijn. In ieder geval geen steegje achteraf. Nee. Daar was eigenlijk iedereen het wel over eens. Maar vooral een hele publieke plek zijn. Dus een plein, het Rijn Welsjeplein. Of een Rijn Welsjepark. Ja, het rijmt, dat is leuk. En ook het feit dat het dan een ontmoetingsplek is. Dus heel veel mensen hadden daar nou hele filosofieën bij. Ik zou zeggen, kijk een keer op die website. Waarom niet gewoon het Stadhuisplein? Nou, er zijn ook mensen die dat hebben geopperd. Ja, dat kan. Het Stadhuisplein. Ik heb echt zoiets van, ik heb geen locatie genoemd. Want er zijn volgens mij heel veel mooie locaties in de stad te benoemen. Dus dat laat ik graag over aan de gemeente. Zou dat kunnen om het Stadhuisplein, wat zo publiek is, en van iedereen naar de burgemeester van één partij te benoemen? Nou, burgervader is natuurlijk boven de partijen. Ja. Maar kan dat? Is dat done in Nederland? Het zou kunnen. Volgens mij wel. We hebben wel een buurt met allemaal burgemeesters. Hè, de burgemeestersbuurt. Daar zijn allemaal namen van oud-burgemeesters. Volgens mij staat nu geen straat over. Maar er zijn ook heel veel mensen die zeggen, hij heeft natuurlijk zich ontzettend ook ingezet voor bijvoorbeeld de ontwikkeling van Strijp S. Dus je zou ook op Strijp S iets moois kunnen maken. Is daar een plek maken die nog geen goede naam heeft? Nou, volgens mij zijn daar nog wel een aantal pleinen, straten te bedenken waar het zou kunnen. Oh ja? Maar je zou ook kunnen zeggen, een park, een groene plek. Heeft iemand een idee in de zaal? Of is er een straatnaam die jullie kwijt willen, waar we het bordje graag van afslopen? Ik heb zelf eigenlijk in Bliksembos, dat is een beetje ver weg, dat is misschien niet genoeg eer voor hem. Maar dan heb je zo'n wijk, dit heet Sprookjesbos. Dan woon je op Roodkapje 4 of in Sneeuwwitje 27D. En dat vind ik zo infantiel, van mij mogen die direct wissen. Maar het is een beetje decentraal. Iemand een idee van welke straat je zou willen vervangen, waar het naartoe kan? Ja, roept u maar. Rijn Welsje Stadion. Wauw. Biedt er iemand meer?
Daar kan meteen al niemand meer overheen. Wat vind je ervan mee? Ja, ja, het zou kunnen. Ja, ik weet eigenlijk niet of hij een grote voetballiefhebber was. Rijn-Belsen zwembad, ja, was hij dat, Rob? Rijn-Belsen zwembad, ja. 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 Nee, nee, dus maar, in ieder geval een plek waar veel mensen samenkomen en waar ook veel ontmoeting is. Dus in die zin zou dat wel passen. Maar we hebben dus een brief gemaakt met 700, 650 namen eronder. En die hebben we ingeleverd bij de gemeenteraad. En nu? En nu is het afwachten. Zij gaan daarover stemmen. Zij hebben er al over dat, nou, volgens de procedures, de brief komt dan binnen en dan is het ingekomen post. Dus ik heb al een ontvangstbevestiging gekregen. Ja, mooi. En nu is het gewoon afwachten. Ik bedoel, waarschijnlijk gaat er iemand een heel slim plan bedenken. Daar. Hoe is de stemming, denk je? Nee, iedereen is ervoor. Nee, dat gaat iedereen gewoon is ervoor, dat gaat wel komen. Ja. Ja, ik denk dat durven ze natuurlijk geen nee tegen te zeggen met 600 namen eronder. Ja. Ja. En als gaan we een protestactie organiseren. Zware gewichten, ja. Ja. Wat doet het voor jou om dat te doen? Is het belangrijk? Ja, is belangrijk. Ja, volgens mij verdient hij dat. En dat is ook wat ik heb teruggehoord de afgelopen tijd. Veel mensen hebben het nog over Rijn en Anneke. En het zou gewoon mooi zijn als er een plek komt in de stad waar zijn naam op staat. Brengt jouw actie nieuwe verhalen over hem naar boven? Nou, ik weet niet of ze nieuw zijn. Ik denk dat het verhalen zijn die mensen vertellen in de stad tegen elkaar. Alleen, ja, nu is het dan op zo'n Facebookpagina waar mensen dat opschrijven. Ook hele persoonlijke herinneringen aan. Hij heeft me ook ooit een hart onder de riem gestoken toen ik woningzoekend was. Heel betrokken. Meer dan zijn functie voor zou schrijven. Verdienen wethouders ook straatnamen? Je bent zelf wethouder geweest. Nee, die verdienen dat niet? Nee, per definitie niet. Waarom niet? Nou ja, dat zou kunnen. Als iemand iets heel bijzonders heeft gedaan. Gebeurt dat wel eens? Een echte onvergetelijk wethouder? Ik weet eigenlijk niet. We hebben volgens mij wel... Hebben we niet een wethouders... Van Eupen? Ja, er is ergens een wethouder. Oh, je kent de straat. De straat wethouder we, van Eupen. Ja. Daar gaan we nazoeken. Nou, wat dat voor nazoeken een. Ja. Komen er nu ook mensen met andere wethouders? Ja, maar dan moet Zakkers ook een pleintje krijgen. Of dat Brax. Heb ik... Het Brax stadion. Nee, Zakkers het... zeker niet wordt hier geroepen. Nou, weet je, ik wil het... Waarom kijk, ik ben nooit zo van dan meteen. En dan moet iedereen. Weet je, dit is eigenlijk gewoon een hele persoonlijke actie. Omdat ik... vindt, hè, en heel veel mensen met mij, dat Rijn Welsje die plek verdient. En ik zou het ook heel jammer vinden als er dan meteen een discussie komt over moeten alle burgemeesters dan na zoveel jaar... Ja, dat is kinderzinnen. Of alle wethouders. Nee, maar daar gaat het helemaal niet om. Weet je, die man verdient het. Ja. En daar moeten we met elkaar een mooie plek in deze stad voor vinden. Daar zijn we het over eens, hier zo te horen aan de geluiden uit de zaal. Hoe is het verder met jou? Want vorig jaar zat je hier als werkloze vrouw. Met een filmpje, je was aan lage wal geraakt. Maar dat was een actie om vrijwilligers te enthousiasmeren om de handen uit de mouwen te steken. Ja. Ben je nog baanloos? Nee, ik ben inmiddels begonnen in het Groen Ontwikkelfonds van Brabant. What the fuck is that? Dat is een nieuw initiatief, opgericht door de provincie Noord-Brabant. En dat is eigenlijk een fonds met als doelstelling meer natuur, nieuwe natuur in Brabant. Oh, dat is volgens mij een heel goed doel. Dus wij hebben zeg maar in het fonds geld en grond gekregen. Hoeveel grond? Er zit 240 miljoen euro in het fonds en een paar duizend hectare grond om te zorgen... dat er nieuwe natuur in Brabant komt. Daar beschik jij over? Ja, daar kunnen we inzetten om te zorgen dat er natuur gerealiseerd wordt. Ja, het staat niet op mijn eigen bankrekening. En wat voor mensen kunnen daar plannen... Nee, dat snap ik. Maar op wat voor manieren kunnen de plannen ingediend worden? Op wat voor niveau? Kunnen particulieren dit doen? Ja, kunnen wijken dat doen? Iedereen meedoen. Het is wel zo, er is een natuurkaart getekend van Brabant. Het moet zeg maar wel binnen dat natuurnetwerk. Hè. Dus als je zegt, nou doe mijn eigen achtertuin maar. En die ligt niet in dat natuurnetwerk. Dan heb je pech. Maar als het een gebied is in dat natuurnetwerk. En je hebt daar ideeën voor, dan kan iedereen meedoen. Dus ook particulieren. En je kan zeggen, nou er is grond en die wil ik graag kopen. En daar natuur van maken. En daar kan je bij het fonds aan kloppen voor een bijdrage. Wauw, te gek. Het begint onmiddellijk ook toch over. Ik ga mijn tuin wel even checken. Hoe dat de ligging is. De aansluiting met het park misschien. Met ekkers rijdt. Wat is de lol van deze baan voor jou? Zoals je bij de aankondiging al zei, ik ben een groen mens. Dus ik hou van de buitenlucht.
Dus daar begint het mee. En komt uit Bladel, je bent een dorpsmeisje. Ja, ja, ja. Maar Eindhoven heeft overigens ook heel veel groen. Hoe groen zijn we? Nou, ik geloof dat volgens mij was vorige week. Wageningen heeft een onderzoek gedaan naar groene gemeentes in Nederland. En Eindhoven stond op de vijfde plek. Wow, dus vijfde stad van Nederland, vijfde groene stad van Nederland. Ja, en dan zou je misschien, als je door Eindhoven heen loopt, dat is heel vaak natuurlijk dat mensen zeggen van, nou ja, Eindhoven is hier nou, maar we hebben ontzettend veel groene parken. Echt ontzettend veel groen binnen de gemeentegrens. Dat is echt uniek voor een stad. Dus ja, daar mogen we best wat trots op zijn. Ja, zitten er van de grote vier grote steden boven ons nog? Nee, zijn de groenste grote stad. Ja, ja. 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 Ik heb even een beetje op je website gekeken, maar het lijkt me ook wel een beetje abstract wat je doet. Nou, het is eigenlijk gewoon... Nee, helemaal niet. Je kan het gewoon aanraken buiten. Het is gewoon natuur. Ja. Je kan er met je laarzen doorheen lopen. Ja. Je moet alleen zorgen dat het gerealiseerd wordt. Met wie ben je aan het praten? Wie zijn jouw gesprekspartners daarin? Nou, dat zijn verschillende. Dat zijn particulieren. We hebben nu de eerste aanvragen binnen. Dat zijn gewoon mensen die zeggen, ik heb hier grond en ik wil hier graag natuur van maken. En dat is nu landbouwgrond. Maar dat zijn ook de grotere jongens en meisjes, zoals Brabants Landschap, Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten. Mm-hmm. Kan je gebruik maken van je politieke netwerk in dit werk? Wel van je netwerk, ja. Mm-hmm. Ik ben natuurlijk lang hier in Eindhoven, maar ook in Brabant actief geweest. Dus je kent veel mensen en dat helpt ook. Ja. Ja. En de PvdA, hoe gaat het ermee? Landelijk staan ze op 12 Ik dacht dat ik het vrolijke zetels. Onderwerp was. Nee, dat is de liefdesdokter. Oh, dat is de liefdesdokter. Oké. Nou ja, goed, in die zin is het... je hoeft maar naar de peilingen te kijken. Nou zijn dat natuurlijk ook dagkoersen. Maar in die zin is het natuurlijk een lastige tijd voor de Partij van de Arbeid. Ze krijgen zwaardere klappen dan de VVD voor het gezamenlijke beleid. Ja, ja. Nou, ik ben ook wel een optimistisch mens. Dus ik denk, nou ja, bedoel, de tijd zal het leren. En in Eindhoven is de PvdA gelukkig... in die zin, hè, niet zo afgestraft bij de verkiezingen. Hoe kan dat? Nou ja, volgens mij is het toch ook omdat er lokaal wel een heel, zeg maar, PvdA-profiel is in Eindhoven. Misschien meer dan op andere plekken. Maar één op één een relatie aangeven is natuurlijk heel erg lastig. Je hebt natuurlijk ook gewoon de tegenwind van in een kabinet zitten en lastige maatregelen moeten nemen. Dus dat zullen we zien. En jij bent voorzitter hier in Eindhoven? Ja, ik ben voorzitter van de afdeling. Ja, ja, van alle vrijwilligers. Hè, die, dus in die zin kan ik misschien de volgende keer ook een oproep doen. Om vrijwilliger te worden bij de Partij van de Arbeid. Want ook wij zoeken vrijwilligers. Die kunnen jullie nog gebruiken. Oké, super, dankjewel. Heel erg veel succes met jouw actie. Ik hoop dat het snel van de grond komt. Wanneer zou het op zijn vroegst kunnen, als alles mee zit? Nou ja, dan zou het morgen... Ik zou zeggen, als ze een straatnaam hebben, is het morgen geregeld. Hè? Dat bordje hebben we al. En als er pleinen op moeten komen, is dat ook zo gemaakt. Het hangt af van hoe snel op het gemeentehuis de keuze wordt gemaakt, welke locatie het wordt. Wat ga je doen bij de opening? Nou, ik niet zoveel, maar ik hoop dat de familie van Reiner dan bij is. En optredens, sprekers, toch een kleine hommage te maken? Nou, dat kan iets moois zijn, maar ik denk dat het vooral heel erg fijn is als zijn vrouw Anneke en zijn kinderen erbij zijn. En dat die met een goed gevoel dan weggaan. Hartstikke mooi. Dankjewel, heel veel succes en ook heel erg veel succes en plezier in je nieuwe baan. We maken Brabant groener. Ja, Mary Viers. Ik ga praten met Tip Jar, oftewel Bart de Win en... Ariane Knecht. Ja, Bart, jij draait al heel lang mee in ieder geval. Dat ik daarvan weet, eerst als vaste man van Gerard van Maasakkers. Hoeveel jaar? 15. 15 jaar gedaan. Ja. En daarna heb je 3 solo-cd's gemaakt. Ja, het overlapte een beetje, maar dat klopt, ja. Oké, je was al ook solo aan het gaan tijdens... Het was lastig te combineren op een goed moment. Dus, ja, zeer goed ontvangen. Hele mooie recensies bij de Volkskrant en Oor. Mm-hmm. Wereldberoemd eigenlijk. Ja, het is echt het is ongelooflijk. Van heinde en verre komen de aanvragen. En Ariane, wanneer ben jij erbij gekomen? Ik zat eigenlijk voornamelijk achter de schermen. Al die tijd. Hem een beetje steeds onze kont schoppen en allerlei dingen regelen. En intussen zong ik dan wat koortjes mee in de band. En, ben je zangeres? Ja. Ik moet ja zeggen, ja. Ja. Was je dat altijd al of had je eigenlijk eerst een andere beroep in de maatschappij? Nou ja, ik ben eigenlijk kunsthistoricus, maar er is ook geen droog brood in te verdienen. Dus ik dacht, nou ja, kan net goed een gokje wagen in de muziek. We hebben laatst besloten dat dat geen groeimarkt is. Nee.
Dat vind ik heel erg dapper om dan te gaan zingen, de muziek in te gaan. Je had eerst een bescheiden rol als achtergrondzangeres, maar tegenwoordig zijn jullie volkomen gelijkwaardig. Hoe is dat voor jou? Ja, dat begint steeds beter te passen, zeg maar, als een soort velletje, maar het was even wennen. Maar jullie zijn ook een stel, een paar. Daardoor is het... Hoe is het gekomen? Was je eerst zangeres of waren jullie eerst verliefd? Nou, wij hadden kinderen allebei in onze vorige relatie, die allebei op dezelfde basisschool zaten. En dan heb je wel eens ouderavonden en zo. Ja. En, goh, kunnen jullie een stukje zingen? Ja, dat deden we dan wel, want ja, we waren gewoon kennissen en vrienden. En op een gegeven moment door de muziek is het de vlam in de pan geslagen. Aha, zo is het gekomen. En hoe is dat om samen te zingen en een relatie te hebben? Ja. Ik praat zeer binnenkort met de liefdesdokter. Ik ben benieuwd, hoe werkt dat voor jullie? Nou, het is eigenlijk heel handig, want ik was er toch altijd al bij. Dus ja, nu kunnen we gewoon net zo goed met z'n tweeën dan gaan zingen. En de kinderen, zingen die mee? Bart heeft een zoon die af en toe mee speelt op gitaar. En ook wel mee zingt trouwens. Nou, op de CD. Op de CD staat één liedje wat ik met mijn zoon Martijn heb geschreven ook. Okay. En soms doet hij mee met Tip Jar. Hij gaat ook het vak in. Hebben jullie CD's bij je om dadelijk te verkopen? Ja. Zoveel als je wil. Oh, geweldig. Nou, dat mag na afloop van de show. We gaan luisteren naar jullie tweede nummer. Hoe heet dat? I Won't Hide. I Won't Hide. Tip Jar. It look as if I'm not scared of lying, but this is what I've got. Nobody told me that's what it takes, but I won't hide. No, I won't hide. I've been waiting for a simple way to fit in, anticipating on whatever's happening, passing trains faster than a plane. But I don't ride, no, I don't ride. Take me with you to your city of song. We'll fly like the wind to the place where we belong. Take the next step, we'll be the talk of the town. We've been there before, they can't bring us down anymore. What else can you do to keep from falling? When the picture's bugging you, see the sunset, a giant firefly. But I won't cry, no, I won't cry. Is this heaven or just a sacred place where I can touch your sanctuary face? Who needs proof to recognize the artist's love in mind that never dies, that never dies? Take me with you to our city of song. We'll fly like the wind to the place where we belong. Talk of the town, we've been there before.
Dank je wel. Hartstikke mooi. Tip Jar, wanneer treden jullie op in Kraai en Balder? Vrijdag, aanstaande vrijdag. In Café Kraai en Balder, ja. In Strijp. En zaterdag zijn we op Tros Muziekcafé live. Wow. Radio 2 van. Wat goed voor de Tros. En morgen in Utrecht, mocht iemand daar toevallig zijn. En jullie website? Waar vinden we jullie website? www.tipjar.nl. Goh, hoe apart. Sinds 2 jaar programmamaker, manager, programmamanager bij de DDW. Daarnaast zelfstandig ontwerper. Hij kent dus alle ins en outs van de DDW. Met hem gaan we praten. Mag ik aan tafel Dries van Wagenberg. Wat is een programmamanager? Een programmamanager, ik doe het niet alleen, ik doe het gewoon samen met Katja Lucas. Die we hier hebben gehad in mei editie. Ja, kan kloppen. En vandaag zou eigenlijk Martijn er zijn, onze directeur. De directeur? Dus ik heb hele grote... Maar die was ziek? Ja, hele grote stappen gemaakt en nu zit ik bij snelle jullie. Snelle carrière? Wauw, ja. Nu ja. Al in Spam. Ja, hoe is dat? Ja, goed. Meteen op Studio 040, ja. Pats, boom. Ja. Hoppakee. Nee, en programmamanager, ja, we hebben verschillende taken. Op het moment wat we nu aan het doen zijn, het programma komt bij elkaar. Het zijn alle eindjes die komen. Het is eigenlijk nu sinds, nog, het begint al bijna. Ja, het begint al bijna. Ja. Bij ons in de organisatie voelen we dat heel erg ook. Ja. Maar het programma is nu online gezet. Jullie kunnen het allemaal op de website gaan bekijken. En op het moment zijn we ook daarin als programmamanagers aan het kijken van... goh, hoe kunnen we degene die meedoen aan de Dutch Design Week ook weer verbinden aan allerlei initiatieven, aan de pers. Want dat is eigenlijk wat we willen zijn. We zijn een platform. Misschien kan ik ook even uitleggen hoe deelnemers bij ons binnenkomen. Oh ja, leuk. Ja, ja, ja. Daar willen we alles over weten. Dat is hoe komt eigenlijk ook een bij beetje... jullie binnen? Ja, nou eigenlijk denkt een deelnemer... Kan iedereen zich inschrijven ja, die iets ontworpen heeft, een lelijk blikje. En denk je van, goh, DDW, mooi ja, platform. Ja, ja we hebben een call for entries, noemen we dat. Dat is een bepaalde tijd waarin deelnemers zich bij ons komen, kunnen melden. Die vertellen van, goh, dit willen wij eigenlijk gaan doen. Dit denken wij dat echt een goed idee is. Dan gaan wij als DDW, dat doen Katja en ik een stukje voorwerk in, maar met een team kijken we ernaar. Kijken we van, past dat nou ook echt in wat wij als DDW willen doen? Wanneer pas je daarin? Nou, wat heel belangrijk is, is dat het echt vooruitstrevend is, vooruitdenkend. Dat het nieuw is, echt het jaar gemaakt of het jaar daarvoor. Soms is dat ook een combinatie wel van producten die al gemaakt zijn en met het nieuwe wat dat jaar is gemaakt om dat te versterken. En ja, we hebben dit jaar een nieuwe campagne, die heet Up, die is ook net gelanceerd. Ja, dat is ja, vorig jaar ja, was ja. Het Future Now en nu is het thema Up. Ja, Now Future was vorig jaar en we zetten eigenlijk, het heet ook nog steeds Now Future, maar we zetten het door. En dat Up is eigenlijk ook wel wat ik persoonlijk heel belangrijk vind en dat is dat je echt kijkt van, goh, ja, wat wil ik toevoegen aan de wereld? Wat kan ontwerpen toevoegen? En dat kan in heel veel facetten zitten, dus... Vorig jaar was het ongelooflijk optimistisch. Ik ben toen naar de opening geweest en de oplossingen voor alle problemen in de wereld die zouden moeten komen van designers. Ja. Is dat nu nog steeds een optimistische ondertoon? Nou, dat is ook wel een vraag, een discussie die gevoerd wordt. Bij het Van Abbe is er dit jaar ook een tentoonstelling georganiseerd door Design Academy Sense Nonsense. En daar wordt dat heel erg aan de kaak gesteld. Dus dan is ook de vraag van, goh, er zijn een hoop dingen ontwikkeld, ook tijdens de Dutch Design Week, maar sommige dingen... Die hebben echt sens, die zijn echt iets geworden. Dat zijn producten die we nou gebruiken. Maar er zijn ook van die optimistische gedachten waarvan we hoopten, nou, dat zal het helemaal worden, die dan in het water vallen. Een goed voorbeeld daarvan is, en dan wil ik niet zeggen dat het van in het water is gevallen, maar een paar jaar geleden was Masoud Hassani, die had een mijnenveger ontworpen. Mm-hmm. Was eigenlijk een soort grote bal die door de wind, door de woestijn voortgeduwd werd als een tumbleweed. Ja, ja, ja. En nou, de hele wereld, geweldig, prachtig idee. Ja. Hij kwam daar ook zelf vandaan, dus hij kende de problematiek heel goed. Maar dan gaat het echt leven van, is dit een product wat echt kan werken? Want mm-hmm. Hoe kunnen we controleren of hij overal mm-hmm. is geweest? Dus misschien mm-hmm. is hij 2 meter hier niet geweest en dan ligt mm-hmm. net die wijn, ja. Die mijn. En dat zijn discussies... En dat is een product wat het niet gehaald heeft, dat in de werking nee, ja, nou... Ja, dus die nog zoveel ontwikkelingen in ieder geval nodig heeft en daar toch in tweede instantie heel veel achter blijkt te zitten. Ja, wat vind je dit jaar hele spannende ontwerpen of gedachten? Soms zijn het ook concepten. Ja, ja. Nou,
Arne Hendricks, dit is denk ik wel een mooie... De nieuwe ambassadeur. De nieuwe ambassadeur, ja, ja, dus dat hebben we net bekendgemaakt. Mm-hmm. Dus ik denk dat dit wel een interessant verhaal is om daarbij te vertellen. Die Balton Laboratories, dat zit hier op strijp S. En dat is een platform dat technologie verbindt aan ontwerpers. Mm-hmm. En die zijn samen gaan werken met HIVOS, de ontwikkelingsmaatschappij. Of de HIVOS dus... Ontwikkelingswerk. Ja, ja oké. Okay. Ja. En wat gaan ze doen? Ze hebben 6 creatieven uit allerlei landen naar Nederland gehaald. En die projecten die gaan ze hier eigenlijk laten zien. Want wat zij zeggen van, goh, we willen oplossingen vinden voor de wereldproblematiek. Voor de schaarste in de derde wereld. Ja, en daar kunnen wij zelf gaan bedenken. Maar moeten we niet experts ophalen uit die landen die ons dat kunnen vertellen? Mm-hmm. En een voorbeeld daarvan is een Keniaanse ingenieur, Roy Ombati, ik hoop dat ik het goed zeg. En wat hij bijvoorbeeld heeft gedaan is, er zijn in Kenia zandvliegen. En op het moment dat die in je voet steken, krijg je enorme wondjes die uit gaan zetten. Je voeten misvormen helemaal. En de schoenen zouden daar heel erg tegen helpen. Mm-hmm. Maar als je op een gegeven moment die misvormde voeten hebt, dan is het heel lastig om schoenen daarvoor te maken. Het is duur. En hij is nou aan het kijken naar een universiteit en in een samenwerkingsproject... om 3D-printers in te zetten om schoenzolen en een soort protheses te kunnen printen. Ja, en op die maat. Manier, ja, op maat. Ja, wauw, dat is iets heel geëngageerd. Ja. In de categorie mooie dingetjes. Ja, is dat ook nog een levende tak in de DNA? Ja, dus we hebben 2 ambassadeurs. Dus dan kan ik daar ook weer Scholt en Baings naar voren halen. Dat zijn de anderen die dat als duo doen. Ja, Wat is dat voor duo? Het zijn 2 ontwerpers. Eentje komt ook uit Eindhoven van Design Academy. De andere, moet ik eerlijk bekennen, waar ik niet weet waar die af is gestudeerd, die werken sinds een aantal jaar samen. Ze zitten in Amsterdam. Ze werken veel op interieurgebied. En ze zijn echte makers. Dus waar Arno Hendricks echt een denker, de gedachten, de filosofie erachter is, zijn dit echte makers. Ze werken heel erg vanuit het experiment. Veel proeven doen, veel uitproberen. En dan ook echt direct in samenwerking met de industrie. En wat zij als ambassadeurs ook willen voegen dit jaar is interessant. Ook helpen de nieuwe talenten. Mm-hmm. En er wordt een college tour georganiseerd. Waarbij vraaggesprekken is, een aantal belangrijke gasten. De hoofdredacteur van De Zeem bijvoorbeeld, wat een grote designblog is. En daar kunnen ontwerpers vragen, want we zijn er eigenlijk voor de professionals als platform. Stellen van, hoe doen jullie dat? Hoe is dat gebeurd? Als ik als ontwerper eigenlijk een keer mijn product in productie wil, wat is eigenlijk wat een producent verwacht? Ja. Dus op die manier... Heel belangrijk om elkaar op die manier te kunnen ontmoeten en helpen en delen, uitwisselen. Waar moeten wij als het gewone publiek absoluut naartoe? Wat worden de highlights? In ieder geval is een hele goede tip. In 1 dag gaat het niet lukken. Dus trek een paar dagen. Begin nu al. Ja, als je een passepartout koopt, dan kan je de hele week daarmee. Ja, die kunnen vanaf vrijdag gekocht worden. Mm-hmm. Begin bijvoorbeeld nu al. In de MU is er nou een tentoonstelling van We Make Carpets. Dat loopt al. Ja. Dat scheelt. En dat is een mooi project. Er zijn een aantal, dat is misschien wel leuk, een aantal dingen die wat veranderd zijn, nieuwe plek om daar wat over te vertellen. Aha. Bij de Technische Universiteit, die zullen in het Klokgebouw dit jaar presenteren. En ze werken ook is samen. Is dat nieuw? Ja, dus ze zaten eigenlijk altijd op hun eigen terrein, dus daar hoeven jullie niet meer naar toe, want anders dan sta je daar en waar zijn ze. En dat is ook in samenwerking meer met de andere universiteiten. En hebben ook hele mooie, interessante projecten. Ook meer ingenieurs hebben ze erbij betrokken in plaats van alleen designafdeling. Dus en dat echt dat uitvinden, dat hoe heet dat op C? Sexy C. De ontwerper, de beginnende ontwerper. Waar gaan we dat het beste zien? Sexy C, maar NRE-terrein is dit jaar... ook heeft zich nog meer opgesteld. Vorig jaar was er al een beetje bij, maar er gaat ook echt veel gebeuren. Dat maakt de DDW heel bijzonder in vergelijking met bijvoorbeeld beurs als in Milaan. Precies, hè? Dat je hier in de toekomst kijkt in de zin van, wat gaat er straks gebeuren? Waar zijn jonge ontwerpers nu mee bezig? En ook dat we dus die 80 locaties hebben. Dus dat je, je bent niet in 1 gebouw, maar je hebt allerlei plekken. En ontwerpers laten ook echt zien wat ze doen. Dus ze gooien een atelier open. En dat is een hele goede tip. Vertel, die willen we. Ga praten met de ontwerpers. Ze zijn er heel vaak bij, dat is ook heel speciaal. En je kan ze van alles vragen. En als je dat verhaal meekrijgt, dan kan iets zijn waar je normaal langs loopt en denkt,
weer een stoel, ik roep maar wat hoor, zijn, en je krijgt het verhaal mee, dan denk je, wow, is dat het idee achter de stoel? Ja. Hebben jullie weer een uitzending bij de VPRO? Ja, komt er ook weer. Wat gaat het worden dit jaar? De Now Future Talk Show. We gaan dit jaar daar kijken naar complexe systemen. En er is ook wel weer een leuk verhaal aan te koppelen. Vorig jaar hebben we de Phone Blocks van Dave Hakkens. Ik weet niet of jullie dat kennen. Dat was een systeem waarbij Dave Hakkens, die is toen afgestudeerd aan de Design Academy, heeft gekeken mobiele telefoons. Ja. Die moeten we steeds weggooien omdat er iets kapot is of geüpdate moet worden. En hij had een systeem samengesteld zodat je dat in allerlei blokjes... kunt meteen vervangen. Ja, een soort Lego-blokjes van elektronica. En dat is nou een jaar geleden. Hij heeft net een filmpje uitgebracht. En dat is echt zo'n complex systeem. Maar dat is ook echt opgepakt door de industrie. Hij heeft gezegd, ik ga het niet maken, maar ik ga die manier van denken promoten. En er zijn nou echt duidelijk verschillende bedrijven die denkmethode over hebben genomen. Welke? Dus dat systematische denken, dat componenten denken. En dus er komt een telefoon op die manier, maar Sennheiser is ook bezig met een soort box geluidsinstallatie maken, waar je ook allerlei componenten duurder, goedkoper kan upgraden. Mm-hmm. Die manier van denken, die gaan we belichten in die avond. En dat kan dus iets technologisch zijn, maar ook iets heel sociaals. Mm-hmm. Kan het nog groeien qua bezoekers? Vorig jaar 250.000? Nou, voor ons is het niet per se belangrijk dat de groep groeit in aantal, maar gewoon dat we de kwaliteit ook steeds omhoog kunnen krijgen. En dat is voor, vanuit mijzelf ook gezien als ontwerper, ik heb ook vaker meegedaan, een belangrijk punt, omdat wij, je wil echt de goede mensen bij je krijgen die jouw product komen bekijken en daar ook een volgende stap meenemen. Dat vind ik ook de leukste verhalen, als die weer terugkomen van het succesverhaal van, nou, daar is een ontwerper en die is samen met een bedrijf gekomen en daar ontstaat iets nieuws uit. Je bent zelf ook ontwerper, ja, hè? Ja. Wat maak jij? Ik maak producten met een specialisatie voor liefde voor meubels wel. Mm-hmm. Maar ook wel probeer ik, en daarom pas ik denk ook wel een stukje bij die DDW, die gelaagdheid in producten te krijgen. Dus ik heb bijvoorbeeld, dat is een makkelijk voorbeeld en... gelijk ook wat spannend voor de Libraïe, de chef's table gemaakt. Aha. Het sterrenrestaurant. Wauw. Ja, en daarbij heb ik ook gekeken van, het is in een oud klooster, er waren een aantal vragen. En die vragen die erachter zitten, die interesseren me dan heel erg. En hoe kan ik daar oplossingen voor vinden? En wat voor jou de kick om deze organisatie te doen? Vooral dat je echt kan helpen dat platform neer te zetten en... de ontwerpers op een plek te krijgen waar ze goed staan, waar ze hopelijk zoveel mogelijk input en ook weer dingen terug krijgen en zoveel mogelijk verder geholpen kunnen worden. Ja, die week. En wanneer zou je echt helemaal tevreden op deze week terugkijken? Katja en ik gaan altijd tijdens de week op pad. En ik hoop gewoon heel veel ontwerpers te treffen die tevreden zijn en die zeggen van, ik heb die van de pers gesproken of ik heb al 5 bestellingen voor dat product of dat bedrijf die heeft gezegd van, hey, ik wil met je verder. Ja, dat het mensen een stap verder helpt. Ja, ja. Ja, gaat de Volkskrant Magazine weer meewerken? Ja, kans op design, dus hou het in de gaten. Er zijn weer 3 designproducten die gewonnen ook kunnen worden. Dus er is een design special, maar in 3 magazines zijn er ontwerpers die een ontwerp beschikbaar hebben gesteld. En dat zullen sommige objecten zijn, maar we hebben dit jaar... ik hoop dat ik dit mag zeggen, tipje van de sluier, ook een tatoeage die je kan winnen. Dus dat is een soort... vrij te kiezen wat en waar. Ja. Maar dat heeft ook wel weer wat te maken met die Dutch Design Week. Want een tatoeage is ook een product. En ook, daarachter zit ook een heel proces hoe die jongen dat doet. Ja. Ja, we houden het in de gaten. Wanneer begint de Dutch Design Week? 18 tot 26 oktober. En 19 oktober praat ik hier de hele aflevering met allerlei ontwerpers en mensen van achter de schermen, met ambassadeurs, over wat er allemaal te zien is en waar jullie absoluut naartoe moeten. Dankjewel voor dit kijkje vooraf. Heel veel succes met de laatste loodjes. Maak er een fantastische week van. En we gaan allemaal weer komen. Plan vast een week vrij in je agenda. Als jullie nog tips... willen, dan spreek ik me straks even aan. En dan je blijft hier nog even. Nou, fantastisch. Ja. Hartstikke bedankt, okay. Dries van Wagenberg. Dank. Ik ga naar het podium, naar Lenny. Lenny Koer, waar ben je? We hadden een zangeres. Ze is gaan wandelen. Nee, daar komt ze aan. Helemaal goed. Lenny,
En Cor Mutser staat hier klaar om te gaan begeleiden. Een speciaal extra optreden hier vandaag in de Spam Talkshow. Lenny, jij was deze zomer op vakantie in Frankrijk. De bril gaat af. Wie vangt hem? En daar heb jij een huisje met jouw man, medeschrijver, kok en de manager Rob Frank. En daar schrijven jullie altijd. Ja, in de zomervakantie dan, dat is echt een prachtige tijd om weer inspiratie toe te laten. Maar dat gaat trouwens het hele jaar altijd door. Maar het is wel zo dat het daar altijd heel veel inspiratie is. Maar deze zomer was het dat... Het stroomde dus niet zo. Hoe kwam dat? Deze oorlog, deze zomer was dus de oorlog in Israël. En daar wonen jouw dochters? Daar wonen mijn dochters, mijn kleinkinderen. En ik was heel erg verbonden daarmee, of ik ben heel erg verbonden daarmee. En ik wist natuurlijk van elke bom die er viel en zou komen. Dat hoor ik dan meteen op mijn iPhone en dat waren op een gegeven moment ontzettend veel. Dus kan je allemaal via programma's tegenwoordig zien? Wat er ja, op... nou ja, ook via kranten, weet je wel. Via allerlei kranten waar ik dus via de iPhone op geabonneerd ben. En op een gegeven moment ging mijn dochter, die was naar Frankrijk gegaan met mijn kleinkindjes. En wij brachten haar naar Marseille om terug te gaan naar Tel Aviv. Want ze moest gewoon weer aan het werk. En toen ik terugkwam, toen zag ik dat de Hamas het vliegveld wilde bombarderen. Terwijl je dochter in een vliegtuig onderweg was. Terwijl zij in het vliegveld zat, ja. Nee, dat is maar goed. Maar in ieder geval sowieso een aantal... keren per dag moesten ze dus naar de schuilkelders en vluchten. En het is heel angstig. Tegelijkertijd voelde ik mij heel erg betrokken bij alles, bij alle partijen. Want ik bedoel, welk moederhart wordt niet aangesproken als het gaat over kinderen. Mijn kleindochtertje, die belde ik op de verjaardag. Ze werd 9 jaar. En terwijl ik haar belde, ging dus de sirenes af. En toen zei ze, maar ik moet gauw naar de schuilkelder. En mijn dochter die zei, shit, ik ben niet gekleed. Want ze kwam net van de douche. Dus dan moet je in 1,5 minuut proberen om te vluchten met je kinderen. En Dat lijkt me dat machteloos om te moeten aanzien en horen mijn iPhone stond nog aan. Ja. En terwijl ik hoorde haar dus tegen haar kinderen zeggen, kom maar gauw hier. En toen gingen ze onder een deurpost staan. Alsof dat helpt, weet je wel. En daarna kreeg ik mijn kleindochtertje weer terug aan de telefoon. Zei ik, schatje, nou ben je net jarig. Maar ze was echt, in een paar minuten was ze gewoon 10 jaar ouder geworden, dat kind. Ja. Ze was heel bang, ze bibberde. Maar de onmacht over het fenomeen op zich, oorlog, weet je wel. Dan denk je bij jezelf, waarom wordt er nooit iets anders verzonnen? Het is een verzinsel van mannen. Maar toch voel ik mij als vrouw ook aangesproken om te kijken, wat kunnen wij daar niet iets aan doen? Daar heb je een lied over geschreven. Ik heb er in ieder geval, gaat mijn intentie uit, dat ik het zo zeg, naar verbinding in plaats van verdeling. Want als je denkt aan verdeling, als je een vijandbeeld hebt en creëert, dan is dat slecht voor je, daar versteen je van, daar krijg je het koud van. En als je denkt aan verbinding, dan krijg je kippenvel, dan krijg je warm. Dan krijg je het warm. Dus ik wil graag kijken of er, ook al is het tegen beter weten in, maar toch wel. Je vertelde mij net nog even een idee van Lysistrata, oude Griekse toneelschrijver. Het is een comedy, ik heb hem ook ooit gelezen. Wat is dat idee en gaan we er wat mee doen? Ik vind het gewoon geweldig. Het is inderdaad een komedie, of een comedy. 500 jaar voor Christus geschreven. En er was een strijd tussen Athene en Sparta. En die hield maar niet op, dat ging maar door. En op een gegeven moment kwam Lysistrata, zo wordt zij in dit stuk genoemd, op een idee om de vrouwen van alle partijen, maar dat moet het dus ook alle partijen zijn, niet alleen maar van één kant, maar dan alleen van alle partijen, om die bij elkaar te rapen en een plan te maken. En ze hadden van alles verzonnen. Ze hadden de schatkist onder controle, maar ook dat hielp niet echt. Het allerlaatste methode dat ze hadden bedacht was om de mannen echt allemaal te onthouden van seks. En nou, dat ging één of twee dagen goed. En na een week liepen ze geloof ik heel krom naar het slagveld. En uiteindelijk is het opgehouden. Einde oorlog. Dus zulke ideeën moeten we gewoon hebben. Nee, hartstikke goed.
We gaan er een Facebook-actie op zetten en dat komt helemaal goed. Dames in de zaal, stop met seks alvast. Hè, als wij nou de aftrap geven, ik ga straks even met de liefdesdokter over hebben. Alleen van de mannen die oorlog voeren, kom op. Ik voer geen oorlog. Nee, nee, jongen. Oké, okay, daar kunnen we uitzendingen op allemaal muzikanten zijn, hè. Laten we gaan luisteren naar jouw lied. De tekst had ik op de fiets gekregen toen ik naar Nuenen ging. De muziek heb ik samen gemaakt met Cor Metzers. Lenny. Wat kan ik halen dat te halen is. Wat kan ik stoppen dat niet te stoppen is? Ik ben de poort, oorlogen trekken door mij heen. Ik ben de wachter van de poort, ik heb een hart van steen. Iedereen laat ik door, maar het licht van de waarheid, daar waak ik voor. Daar waak ik voor. Men steggelt over grond, er woedt een strijd tussen geloven. Een oorlog wordt weer opgevoerd, de macht wordt weer verschoven. Sirenes geven het signaal, voor wie nog weet te vluchten. Voor je het weet, is het te laat. O, moederhart in elke taal, hoe donker zijn de luchten. Verschijnt op het toneel met retorieke gaven. Zijdelings zie je het beeld van treurnis bij de graven. Dan ineens klinkt er een lied van moed en van vertrouwen. Niet in een god of ideaal, o moederhart in elke taal, gericht aan alle vrouwen. Wat kan ik halen dan? Niet te halen is. Wat kan ik stoppen dat niet te stoppen is? Ik ben de poort, oorlogen trekken door mij heen. Ik ben de wachter van de poort, ik heb een hart van steen. Iedereen laat ik door, maar het licht van de waarheid, daar waak ik voor. De oorlog die wordt opgevoerd, dat is een mannenspel. Dat is een mannenspel. De vrouwen op de achtergrond, de vrouwen op de achtergrond, die leven in de hel. Die leven in de hel. Ze bidden dat het stoppen zal. Ze bidden dat het stoppen zal. Ze worden niet gehoord, maar worden niet gehoord. En elke keer dan zien ze weer, en elke keer dan zien ze weer, hoe de vrede wordt vermoord. Hoe de vrede wordt vermoord. Wat kan ik halen te halen is. Wat kan ik stoppen dat niet te stoppen is? Ik ben de poort, oorlogen trekken door mij heen. Ik ben de wachter van de poort, ik heb een hart van steen. En als dat breken zal, ja dan ben ik alles en iedereen. Ik ben dat licht, ik ben vrij, alles is vervat in mij. Want ik ben jullie allemaal, verheven boven het kabaal. Verheven boven het kabaal, verheven boven het kabaal. Lenny Coeur en Cor Metzers. Met de Spamband. Lenny, dit is jouw eerste niet-fysieke single. Wat is een niet-fysieke single? Ja, nou, ik heb dat op een gegeven moment, toen ik het bedacht had, toen hebben we het op iTunes gezet. En dan is dat dan meteen een single. Maar dan komt die dan officieel uit. Alleen je hebt er dus geen, je hebt niks in je hand. Dus het is te downloaden. Hij is te downloaden, ja. Via iTunes. Via iTunes. En jouw tournee dit jaar, wat ben je aan het spelen en waar kunnen mensen je zien? Oh, we hebben er liggen gewoon overal flyers. En op onze site kun je onze hele speellijst zien. We hebben een heel druk programma met Wie ben je?
En samen met Cor Mutsers en met Misha Kool. En dit nummer komt er door. Dit nummer komt er ook in. Ja, dat komt er ook in. Ja. Heel erg bedankt, Lenny, dat je het hier bent komen zingen. Mijn laatste gast van vanavond, van vandaag, vanmiddag, sorry. Het is, ik ga met haar praten. Ik ben nu al in de war door de spanning en sensatie rondom dit onderwerp. Het is een liefdesdokter. Zij komt hier aan tafel. Advies over Inge de liefde, van der Vorst. Die krijg je hier bij de liefdesdokter. We gaan even kijken naar het filmpje. Advies over de liefde. Die krijg je hier bij de liefdesdokter. Vandaag in Bakkerij Brood kun je advies krijgen over alles over de liefde. Inge van der Vorst is die liefdesdokter. Eén keer per maand zetelt ze zich in de bakkerij om iedereen van advies te voorzien. Liefdesdokter luistert en kijkt en ademt in en op die manier en stelt vragen. En helpt mensen kijken waar nog niet is gekeken op een andere manier dan eerder is gekeken. Wauw, dat doe jij. Hoe word je liefdesdokter? Ja, hoe word je liefdesdokter? Dan begin je met een keer geboren worden. Ah. En van alles meemaken in het leven, heel veel erover mogen leren en ontdekken. En dan op een bepaald moment in 2010 horen dat het Glazen Huis naar Eindhoven komt. Mm-hmm. En werken bij Fontys. En als? Docent. Docent wat? Vooral op het gebied van relaties en coaching. Aha. En daar de meest prachtige workshops mogen zien van studenten die, die verder de wereld niet ingaan omdat ik de beoordelaar toevallig ben en zij nog geen podium hebben. Mm-hmm. En dan is er het Glazen Huis er en dat is een ideale gelegenheid om eens wat meer naar buiten te gaan. Dus met toen zijn studenten. We met studenten en collega's op pad gegaan, dingen ondernomen om geld in te zamelen voor het Glazen Huis. Dus dat grotere doel, dat gaf ons net het setje. Wat hebben jullie gedaan? Dat is van alles gebeurd. Er zijn studenten bijvoorbeeld met hun bedrijfje De Plakfactor hebben workshops gegeven bij vrouwen thuis. Een soort van tupperwareconcept. De Plakfactor? De Plakfactor. Wat is dat? Dat was een soort relatieworkshop. Aha. Voor vrouwen. Aha. Heel leuk. En er is een cursus speed daten bij Seeds to Meet. En we hadden café Willemien de hele avond over de liefde. En daar was ook van alles. Speed daten onder andere. En quizzen. En daar heb ik samen met collega Irma in zo'n witte jas. Ja, ja. En wat maakte nou dat je dacht, dit is iets, hier moet ik mee door? Ik werd er heel blij van. Jij werd er heel blij van. Simpel. Ja, ja. En de mensen die je ontmoette ook, is er. Ja, ik had een vraag. Ja, een behoefte? Het was wonderlijk. Ik had allerlei spullen bij me. Ik hou van rommelmarkten en zooi. En ik had dus allerlei dingen bij me: bokshandschoenen en boeken en allerlei frutsels. En het gesprek was heel klein en kort, maar daar deed ik iets met iets wat er lag. Ja. En ik schreef een recept. En dat is eigenlijk altijd maar dat zo. Dat is gebleven. Wat je nog doet. Je geeft consulten van 7 minuten. Ja. Die je afsluit met een recept wat op maat geschreven wordt. Ja. Waar doe je dat? Wat is de context daarvan? Op allerlei plekken. Dus ik heb tegenwoordig een caravannetje. Dat is een spreekkamer, mobiele spreekkamer. En daar gaan we mee naar festivals en allerlei plekken. En daarvoor had ik ook een oud ziekenhuisscherm wat overal mee naartoe kan. Dus als ik een inloopspreker heb bij de bakkerij, dan heb ik dat bij me, onder andere. Ja, ja. Dat ga je dadelijk hier ook doen. Dus jullie krijgen dadelijk de gelegenheid om zo'n 7 minuten consult te doen met de liefdesdokter na afloop van spam. Dan kun je al jullie vragen en behoeftes, problemen voorleggen. Ja, want ik heb gehoord dat jullie in geldnood zitten. Dus ik nodig jullie nu alvast uit om je gulle hart te storten in de spampot, want dat gaat dan naar jullie. Ja, dat hebben we fantastisch. Dat is ongelooflijk liefdevol van jou alvast naar spam. En heel mooi voor jullie om dus op die basis, denk ik, een consult te kunnen krijgen. Wat voor vragen krijg je nou zo al voorgelegd? Alles. Alles? Alles. Iedere keer ben ik opnieuw verrast. Ja. Hoe sta je zelf in de liefde? Geloof je in liefde? Ja. Ja. Ja, jij toch ook?
Ja, maar ik heb er wel mee geworsteld in mijn leven. Wie niet? Wie ik niet? Vind het een van de mooiste onderwerpen die er bestaan. Ja. Ik vind het fascinerend. Ja. Ik ben 13 jaar alleenstaande moeder geweest. En daarin heb ik allerlei vormen van liefde meegemaakt. Zeer interessant, maar mijn basis was alleen. En ik ging paarvorming bijzonder vreemd vinden. Mensen die in paren leven, die samen leven, die alles samen delen, doen, iedere nacht bij elkaar in bed slapen. Nu doe ik weer aan de liefde. Hoe is dat voor jou gelopen? Ik heb een vergelijkbaar pad. Echt? Ja. Wauw, wat leuk. Ik heb van alles ontdekt over de liefde, over wat werkt en wat niet werkt. En ook dat ik nu, wat nu werkt in mijn leven, dat had misschien 5 jaar geleden, wist ik daar nog niet van. Dus... Ja, je hebt verkering met de bakker van Bakkerij Brood. Ja. Ja. Mag ik even het cadeautje, Matthijs? Ik ben even, want jij geeft daar ook consulten in de bakkerij. Kijk eens, dit heeft hij voor jou gebakken. Nou. Is dat zo? Ja, zodat ik jou hier een beetje op je gemak kon laten voelen. Hoe gaat dat daar? Hoe kom je nou als liefdesdokter aan verkering met een bakker? Ja, ik was op een workshop. Daar hadden ze na afloop een borrel met brood. En ik schreef na afloop aan de workshopleider... Wauw, te gekke workshop, veel succes nog. PS, lekker brood, zelf gebakken. En toen zei ze, nee, dat komt van brood. Waar is brood? Wil ik ook. En dat bleek van Dido, die toen een microbakkerij had in zijn achtertuin. En iedere vrijdag zijn steenoven opstookte en brood bakte voor iedereen die dat wilde. En jij bent daar brood gaan halen. Ja. Hij deed de deur open, jij stond daar en hij heeft mij gezegd, ik heb research gedaan. Het was liefde op het eerste gezicht. Kan je dat bevestigen? Ik heb achteraf hele... Dus we hebben daar verschillende ervaringen in. Oh, pijnlijk. Sorry, knip. Nou, wat ik... voor mij was het... ik was in een relatie. Ik was totaal niet bezig met potentiële andere kandidaten. En ik heb wel gescand van... Oké, het is hier leuk. Hij is aardig. Dit ziet er goed uit, dit is in orde. Die man is of gezetteld of homo, dus ik ben veilig. Ah ja, dat is een lekker begin, hè? Dat dacht ik. Spanning eraf. Ja. Maar waardoor ben je toch uiteindelijk tot paarvorming met hem overgegaan? Nou, dat was een paar maanden later. Toen was intussen dat verhaal waar ik daarvoor in zat afgelopen. En ik had bedacht, ik moet het eens anders doen, want ik laat me altijd verleiden in een relatie... En dat is dan allemaal heftig. En eigenlijk voel ik van... Het gaat misschien niet lekker. Ik moet uit de buurt blijven. En dan zit ik erin. En dan ben ik zo trouw als iets. En dan is mijn hart al daar. Dus ik had bedacht, ik moet het anders doen. Ik moet eens bedenken wie ik zou willen leren kennen. En toen dacht ik aan Dido. Oh. En vervolgens dacht ik, Dido, die is of gezetteld of homo. Of allebei. Kan ook, hè? Hoe kom ik daar nou achter? Ja. En toen moest ik denken aan Yvonne. Welke? Jaspers? Nee, die ken ik nog niet. Trouw, liefde. Dus ik moest denken aan een Yvonne die ik jaren daarvoor had leren kennen. Ja. En die toen net uit een relatie kwam met ene Dido. Maar die was al uit haar leven, dus die heb ik toen nooit gezien. Ja. En ik bedacht, zou dat die Dido zijn? Maar ik was intussen niet meer zo dagelijks in contact met Yvonne, want die was een nieuw leven begonnen met een nieuw lief en alles. En ik kreeg diezelfde avond of de avond daarna een mailtje op LinkedIn. Hey Inge, zullen we linken? Dus, van Yvonne. Dus toen hebben we koffie gedronken en heb ik ondertussen even gecheckt hoe het zat met Dido. En toen is het gekomen. Ja. Maar waarom? Ik ga het algemener maken dan alleen maar jouw verhaal. Want het is natuurlijk super belangrijk voor iedereen om te horen. Vragen. Ik heb natuurlijk me georiënteerd voor dit gesprek. Hoe kies je een goede partner? Wie is de goede? Wie is niet de goede? Ja, hoe kies je een goede partner? Skip? Nee, ja, dat is een heel lang antwoord. Volgens mij is het belangrijkste in de liefdesrelatie... dat is ook wat ik zelf toen ik bedacht had... coaching is leuk, relatiecoaching is nog meer naar de basis. Heb je nog meer impact op de kwaliteit van leven? Daar wil ik mijn werk van maken. Toen heb ik me omgeschoold van... algemeen coach en al die dingen meer naar relatiecoaching. Dus ik heb allerlei opleidingen gedaan. En
tot ontdekking gekomen van shit, die kennis is gewoon beschikbaar. Waarom weet ik dit niet? Mm. Waarom is mij dit nooit verteld? Waarom leren we dat niet op de basisschool? Dus daarom belangrijkste vak. Ben ik nu die liefdesdokter dus. Mm-hmm. Maar wat belangrijk is in een liefdesrelatie is dat je jezelf kunt laten zien. Dus dat je kunt onthullen. En dat je ook kunt voelen van, nou wacht even, hier stop ik even. Dus hier zijn ook grenzen. Je bent met twee, dus je bent ook verschillend. Het ging net al over mannen en vrouwen. Ja, we kunnen wel willen dat we hetzelfde zijn. Zijn we niet? Nee. Hoeft niet. Is ook heel fijn dat dat niet zo is. Mars en Venus, daar zijn al dingen over gezegd. En dus het kunnen geven van iets wat kwetsbaar is van jezelf. Het kunnen vragen om iets wat je misschien wel heel fijn zou vinden dat het gebeurt. Vinden we dat moeilijk? Ja. Merk je dat aan jouw cliënten? Dat het moeilijk is om eerlijk te zijn op dat kwetsbare gebied? Ik heb het idee dat het steeds moeilijker wordt. Ik kom nu van Meerhoven af. Meerhoven 24 is een marathon, of een estafette lopen om geld in te zamelen voor Make-A-Wish. Daar is nu mijn liefde zusters en dokter zijn daar nog bezig. Ja, en, je bent niet alleen. En het wordt volgens mij steeds moeilijker, omdat het, als je kijkt naar de televisie, dan krijg je het idee, liefde gaat alleen maar over leuk, strak, snel, altijd fijn, alleen maar licht. Ja. En het leven is niet alleen maar licht. Er is ook oorlog, er is ook verlies. Er zijn ook geheimen, er zijn ook dingen waar je niet trots op bent bij jezelf. Er is ook alledaagse werkelijkheid. Ook. Ja. Er is ook sleur, meubilair worden. Ja. Heb je daar een tip voor? Dat is dan een persoonlijke vraag. Ik ben nu echt super verliefd. Maar stel dat dat doorgaat. Hoe hou je dat zo fris en mooi? Ook al mag het kwetsbaar zijn, ook al mag het eerlijk zijn. Hoe hou je dat mooie van zo'n begintijd erin? Ja, dus, moet een universele vraag zijn. Nou ja, je vertelt al. Ik heb de eerste check gedaan van de basis is er. En nu gaat het over hoe mag dit ook duurzaam blijven? Ja. Wat het meest onder druk staat in ons leven nu is aandacht en tijd voor elkaar. Dat kom ik zelf tegen. Dat is de rode draad in alle gesprekken. Wil je de bril trouwens even op? Want nu ben je echt aan een consult begonnen. Ik heb begrepen dat doe je met een bril. Hij is niet gepoetst, maar dat maakt voor de act niet uit natuurlijk. Dan zien we even de echte liefdesdokter in actie. Ja, dus als ik jou nu een recept zou geven, ja, dan zou ik nog van alles met je doen. Ja, tuurlijk, lekker. Dat gaan we dadelijk doen. Ik ben je eerste klant. Oh, cool. Nou, dan ga ik dat recept voor zo bewaren. Maar de mensen hier weten. Nou, dat is wat ik me steeds meer realiseer. Wat het grootste cadeau is wat we geven met de liefdesdokter en alles wat er omheen hangt in de wachtkamer met de liefdeszusters en broeders. Dat is dat je welkom bent, dat je niks hoeft te doen. Je hoeft niet te betalen, je hoeft niet te presteren. Je mag gewoon zijn wie je bent, precies waar je bent, want je bent precies waar je zijn moet. En dat is het. En het is een ontmoeting van hart naar hart. En dat is wat wij nodig hebben. Het grappige is dat ik het helemaal voel, maar dat ik wel kijk naar een vrouw met valse wimpers op, met een witte doktersjas aan. Hoe verhoudt zich die spanning van dat je toch een theatraal personage bent, maar eigenlijk ook helemaal niet? Oogcontact is de basis om je veilig te weten. Dus dat is misschien iets voor het publiek, even om te doen. Draai je even om. Kijk degene die achter, ja of voor. Ja, maak even zoek een leuk exemplaar om dit op te oefenen. En, kijk me aan. En wat je doet is, je kijkt de ander in de ogen. Hoeft niet te dichtbij, hè? Hier hoeven geen setjes te ontstaan per se vandaag. Toch? Kijk elkaar in de ogen. En dan adem je in langs je hart. Dus je legt je hand op je hart en je ademt in. En je kijkt de ander gewoon rustig in de ogen. Volgens mij vinden ze dit al heel spannend. Kijk maar wie durft. Het hoeft ook niet meteen, anders doe je het straks thuis. Maar goed. En wat je dan doet is dat je zegt, ik zie jou. Dat is het. En hier ben ik. Dus je ademt in en je blijft vooral doorademen. Meestal stoppen we met ademen, dat is waar het spannend wordt. Nou, neem maar waar, dat is spannend, dan stop ik met ademen, doe ik ook. En nou, dus waarom heb ik die wimpers? Oh ja. Dat is dat het dan wat makkelijker is. Ja, stop maar hoor, de oefening is afgelopen. Omdat het makkelijker is? Dat je dan... Dat oogcontact wordt meer geleid door de wimpers? Nou, ik weet niet, het maakt het wat fijner. Zou je het ook zonder act kunnen?
Ik doe het ook zonder act in mijn praktijk. Ah ja, dus je kunt mensen ook doorverwijzen naar je praktijk als je voelt dat er klik en meer nodig is. Nee, dat doe je niet. Dus ik geef mensen ontmoeten mij via de liefdesdokter. En ik nodig iedereen die op consult komt uit om over een half jaar te laten weten wat het receptje gebracht heeft. Ja. En soms als iemand merkt een jaar later of zo van, och, ik heb een groot verlangen, ik wil daar nog iets mee, dan ben ik daar. Willen jullie als laatste nog horen wat het recept zou gaan worden om een relatie fris te houden, mooi, sprankelend, vol, door de jaren heen? Ja. Hoe heet je lief? Regis. Ja. Nou, jij bent natuurlijk een drukke vrouw. Super. Bedoel je druk van karakter of agenda? Maar agenda volgens mij nog meer. Ja. Dat recept is wel. Dat is wel net een ding wat ik met jou alleen wil doen. Maar het recept is zeg maar een algemeen recept voor iedereen die voelt. Ach, wat heb ik een groot verlangen om me te verbinden met de mensen die mij dierbaar zijn, die in mijn leven zijn, die er gewoon nu zijn. Wat ben ik daar dankbaar voor, dat deze mensen er zijn. Maak ruimte in je agenda. Zet dat vast. Dat is heilige ruimte. Ik zei het nog vanmorgen. Doe dat. Vandaag nog. En nou, doe ik, om heel eerlijk te zijn, het lukt niet altijd. Het lukt ook een liefdesdokter niet altijd. Fantastisch. Inge, jij bent dadelijk hier beschikbaar achterin op een rustig plekje. Mensen kunnen bij je langskomen. Ik vind het heel erg mooi. Ik kom ook solliciteren. Ik wil ook heel graag liefde zuster worden met jou. Heel erg mooi wat je doet. Enorm bedankt. En kom over een half jaar even terug om te kijken of het recept gewerkt heeft. Dankjewel. Inge van der Vorst. We gaan naar het laatste nummer van Tip Jar, As Long As I've Got You. I've been dreaming of living in the heart of town, but I don't need to know it's going down, oh baby. As long as I got you. I don't need money, I don't need fame. Nobody needs to know my name, oh baby. As long as I got you. I can't live without booze, that's easy to do. I might even skip a beer or two, oh baby. As long as I got you. I don't need a mansion on a plot of land, with all I want in the palm of my hand, oh baby. As long as I got you. You and I just stick together, come what may. It really don't matter when the whole damn world is falling apart. I know I'm safe inside your heart. I don't need more love when you're all I can take. But making all the love that I wanna make, oh baby. As long as I got you. My ties from the van on the piano. Come what may, it really don't matter when the whole damn world is falling apart. Save inside your heart. I don't need more love, but you're all I can take. For making all the love that I wanna make, oh baby. As long as I got you, oh baby. As long as I got you. Oftewel, Tip Jar. Heel erg bedankt.
bedankt voor het komen spelen hier. En natuurlijk onze fantastische spamband. John Maasakkers drums. Frank Stroka bas. Muzikale leiding en piano. Matthijs van der Ven. Dank jullie wel. CD's zometeen na afloop te krijgen. En liefdesconsulten bij de liefdesdokter. Dank jullie wel voor het komen. Dank aan de gasten. Dank jullie wel. Fantastische redactie. 19 oktober zijn we weer terug met een design special. Alles over de Dutch Design Week. De ontwerpers. Alles wat maar hot en spannend is. Tot dan. Dank je wel. Dames en heren, allemaal een lange hof. Spam is a pre-cooked meat product with only the best hand-picked ingredients of the area. It's greasy, it's salty, it's tasty, it's spam.